vandaag zondag. Het is 8:30 geweest. Volgens mij is het nu 8:45. Ja. En ik ben inmiddels wakker. Ik ben nog half 6:30 wakker. Het was een vroeg ochtendje. We zijn gisteren om 1:00 gaan slapen, omdat we de 5 aan het kijken waren. En ik was om 6:30 al wakker of zoiets. 6:30. Ik heb ook niet meer geslapen. Dus het was echt vroeg. Maar goed, geeft niet. Ik ben op zich wel gewend om kort te slapen. Vroeg op te gaan, dus geen probleem. Ik ga even alles open doen. Goedemorgen. Ik ben trouwens aangekleed. Ik heb gewoon een simpel t-shirtje aan en mijn nieuwe jongensbroek die ik gisteren heb gehaald bij de Primark. Super chill. Dus ik ga gewoon lekker in chill outfit vandaag. En ik heb wel mijn badjas aan, want ik heb mijn vest dus gisteren aangehaald. En thuis even uitgedaan. En dan ligt hij dus nog thuis. Dat is niet heel slim. Maar goed, maar niet uit. Even koffie zetten. En even mijn mok omspoelen. Ja. Ik heb op zich wel goed en lekker geslapen, dus daar ben ik blij mee. Maar goed, zonder een koffie, zonder ochtend of een ochtend zonder koffie, daar niet. Inmiddels dacht ik dus, ik ga lekker vandaag in een jongensbroek rondlopen. Maar uiteindelijk ben ik gewoon aangekleed. Ik heb een body aan, dit heb ik gisteren gekocht bij de Pri. Alleen, ik ben echt bodies niet gewend. Dus ik vind het heel raar zitten. En ik had eigenlijk nog wel een maatje kleiner kunnen hebben. Want hij zit toch echt heel erg slobberig naar mijn idee. Dit wordt gewoon strak te zitten. Maar ik heb hier gewoon echt zeeën van ruimte nog. Dus ik had eigenlijk een maatje kleiner kunnen hebben. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval... Ik heb wel een body aan met lange mouw, dus dat is wel lekker. En gewoon een zwarte broek. Ik heb nu mijn sloffen nog aan, maar ik doe zo mijn Nike's aan. Maar als ik thuis ben, dan ga ik denk ik mijn witte villa's aandoen. Mijn wit met groene villa's, want dit loopt voor werk ook wel het fijnste. We lopen zo even naar de Kruidvat. Ik wil daar nog even kijken en even kijken of ze een glasplaatje voor mijn telefoon hebben. Want op mijn glasplaat, het is niet doorgescheurd, maar er zit er echt een hele grote kras op. En die zie je gewoon echt op het scherm. En die zie je ook gewoon overal doorheen. Dus dat is heel irritant. Dus ik ga daar even voor kijken. En ja. Voor de rest ga ik niet heel veel doen. Ik moet alleen even naar de Kruidvat en daarna lopen we even naar mijn huis. Gaan we daar even kijken met de cavia's kroelen en zo. Dan ga ik mijn werkjasje even ophalen, want die heb ik natuurlijk wel nodig morgen. En even van jas wisselen, want ik heb nu natuurlijk die cremige jas bij, maar dat is morgenavond gewoon best wel koud. Dus ik ga dan eventjes die andere jas aandoen van de Pri, die zwart met bont kraagje. Dat is wel lekker warm. Dus ja, helemaal top, helemaal blij, helemaal leuk. Helemaal happy. Maar goed, we zijn ondertussen de vlogs van Claire aan het kijken. Claire Lucia. Echt super leuk om te zien al haar New York avonturen en zo. Ik kijk dat wel regelmatig even terug. Omdat ik word heel vrolijk van haar vlogs. Dus dat vind ik wel echt top. Ik heb trouwens lekker geen make-up op vandaag. Even lekker make-up vrij dagje. Even geen zin in. Oh ja, en ik moet trouwens even wenkbrauwverf halen bij de Kruidvat. Want dat is op. En ik wil even mijn wenkbrauwen doen vandaag. Het kost me morgen dan weer minder tijd. Dus dat gaan we doen. En verder niet zo heel veel. We hebben net een lekker gekookt eitje gegeten. En verder niet zo heel veel gegeten eigenlijk. Maar we gaan vanmiddag warm eten. En vanavond gaan we bestellen. Dus dat komt helemaal goed. Helemaal lekker. Dus ja. Toepie. Ik ben helemaal happy. Helemaal blij. Alles weer opgeruimd en netjes. Daar ben ik heel blij mee. Het scheelt echt wel heel erg. En verder ja. Niet zo heel veel eigenlijk. Oké, goed. Het is inmiddels 1:30. En we gaan even naar Kruidvat toe. Tenminste, ik wil nog even naar de Kruidvat nu.
En ik ga zo meteen even mijn andere jas aan doen. Want deze jas is niet heel erg warm. Hij is super leuk en super classic en leuk en cute. Maar hij is niet heel erg warm. Dus dat gaan we maar eventjes wat anders doen. En ik ga zo ook even andere schoenen aan doen. Want deze schoenen zien er echt niet uit. En voor werk vind ik ook niet een goed idee. En je ziet mijn sokken er heel erg onder. Dan heb ik daar wel gewoon schijt aan hoor. Maar echt charmant staat het niet. Dus ik denk dat ik zo meteen gewoon mijn Vans ga pakken. Die zijn lekker hoog. Dat maakt niet uit wat voor kleur sok ik er onderaan heb. We hebben net trouwens lekker warm gegeten. En ja. We gaan even naar de kruidvat. En daarna gaan we even naar mijn huis toe. Naar huis. Heb ik alles weer even recht getrokken hier, want het was redelijk een kleine ontplofte boel hier. Maar ik heb net melk opgewarmd, wat er hopelijk nog gewoon in zit. Zo ziet het er althans wel uit. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Het is wel heel warm. Oei. Maar ik ga warme chocolademelk drinken in een kerstbeker. Ik heb zin in warme chocolademelk. En ik heb zin in kerst. Maar ik kan niet beide regelen. Dus heb ik er maar voor gekozen. Om dan maar gewoon warme chocolademelk te gaan drinken. In een kerstbeker. Super cute. Ik heb warme melk. Die giet ik hier nu voorzichtig in over. 1, 2. Nou, dat zit erin. Even omspoelen. Meteen. En dan heb ik dus zo'n leuk chocoladedingetje. Die ik hier dan zo heerlijk, als ik door blijf roeren, die kan laten smelten. En dan heb ik een heerlijk chocolademelkje. Ik heb er zin in. Ik ga lekker roeren. En lekker chillen. Ik ga lekker film kijken, denk ik, of zo. Ik heb de afgelopen 2 dagen dus geen film of iets gezien. Ik zet jullie even hier neer. Past dat? Oeh, net niet. Jammer. Ik heb de afgelopen 2 dagen dus geen film of iets gezien. Dus ik dacht, ik ga nu dan wel gewoon iets van film kijken of zo. Weet je, dat is ook gewoon leuk. En dat kan ook gewoon, dus dat gaan we dan nu maar gewoon even lekker doen. Ik heb nog knetterchocolaatjes. Die ik zo kan eten. Ik zeg standaard we. Maar Ash is naar huis voor 3 dagen. Want Ash heeft morgenochtend dienst en ik heb de hele week avonddienst. Dus dat is wel weer lekker. Dus dat. Ik ga even, ik weet niet of het een hoop zat voor gekkigheid. Maar ik ga even lekker tv kijken. Alle vlogs van iedereen die ik vandaag heb gemist. Want Ash kijkt niet dezelfde vloggers als dat ik kijk. Dus ja, ik ga even lekker gezellig weer terug. Naar mijn oude vertrouwde mensen. En ja, gewoon lekker genieten van wat YouTube. En lekker warm chocolademelk drinken. En lekker voor de rest lekker chillen en relaxen. En zo meteen even lekker omkleden. Want ik heb nog steeds mijn normale kloffie aan. Dus ik ga me zo, het is net 7:15. Dus ik ga me zo een minuutje of 8 of zo. Ga ik me omkleden. En dan lekker genieten van een heerlijk
chill avondje. Alleen in het hele huis. Het is wel gek om nu in één keer helemaal alleen te zijn. Maar ja, ergens is ook wel even lekker om te kijken van, joh, hoe doe ik het nu in mezelf in mijn eentje? Weet je, kan ik het aan? Ga ik gekke dingen doen? Je weet het niet. Ik ben op zich nooit echt alleen de hele dag thuis geweest. Want mijn ouders kwamen altijd op een gegeven moment wel weer thuis. Dus ik vind het nu wel leuk om nu echt gewoon een hele week zonder opa en oma hier in huis of ouders te zijn. Ik loop wel elke dag eventjes naar huis om eventjes bij de cavia's te kijken. En gewoon even kijken hoe het thuis gaat. Want ja, weet je, mijn cavia's zitten daar wel gewoon. En daar wil ik ook gewoon wel zelf zorg voor dragen. En mijn ouders vinden ook gewoon, hè, minstens dat ik er zorg voor draag. Dus elke dag kom ik wel even naar huis. Maar ja, ik ga nu lekker in ieder geval even allemaal YouTube video's kijken. Want die heb ik allemaal gemist. Goed. Ik ben inmiddels omgekleed. En ik zit lekker thuis nog eens te kijken. Ik heb lekker koffie op. Maar ik wil even naar boven toe. Ik neem mijn telefoon mee naar boven. Want ik heb zin in een maskertje. En ik heb vandaag dus een masker gekocht. Bij de kruidvat. Dus ik dacht, ik ga even lekker een maskertje opdoen. Die zit hier als het goed is in de, ja, hier is die, in de tas. Dus dat ga ik even doen zo. En verder ga ik niet heel veel meer doen eigenlijk. Het is nu 9:15. Oh, het is al 9:15. Maar ik ga dus even een maskertje opdoen. Ik ga jullie hier even neerzetten. Ik ga niet gelijk even met jullie kletsen. Dit is echt perfect. Nee, ik had dus best wel. Ik dacht dus nu bij mijn eigen. Ik denk, weet je wat? Ik ga gewoon lekker even een maskertje opdoen. Even lekker chill en zen. Oh, hij doet het al wel. Hij is al gewoon open. Dat had ik niet verwacht. Ik ga voor een 1-minute mask. Een intensief reinigend roze kleimasker. Maar ik laat hem dan wel iets langer zitten dan 1 minuut. Het hoeft niet, maar ik vind het wel even lekker om hem iets langer te laten zitten. Ik heb deze wel vaker gehad. Maar ik heb nu dus helemaal geen maskertjes meer op voorraad in mijn kamer. Thuis. Ik ben vandaag ook even thuis geweest. Maar toen dacht ik, ja weet je, laat me dan maar gewoon even lekker nieuwe halen. Want dat kan nooit kwaad. Dus ik heb deze gehad bij de kruidvat. En hier zit ook van dat scrub in. Dus dat is wel heel chill. Ik wil het alleen niet in mijn haar krijgen. Dus daar ga ik wel een beetje voorzichtig voor zijn. Zal het wel de enigszins een beetje mijn haar smeren waarschijnlijk. Mezelf kennende. Maar dat was ik er dan zo wel weer uit. Het komt wel goed. Een 1 minuut maskertje, jongens. Ik zit ook nu al in mijn haar te smeren. Even lekker verwennen en genieten en chillen. En dan haal ik het er zo meteen helemaal vanaf. Even mijn handen wassen. En dan is dat weer klaar. Oh. Dus ik ga het even lekker in laten trekken. Even lekker chillen. Misschien nog even iets van een kopje thee zetten of zo. Vind ik wel lekker. En dan gaan we hem er zo even afwassen. Maar het zit nu alweer overal mijn haar. Oh, ik heb het net gewassen. Ja, net gisteren. Maar toch.
zit wel weer in mijn haar. Goed, het is nu onderhand een ruim uur verder. Dus het is tijd om hem eraf te halen. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Met wel een beetje warm water. Ik ga gelijk even plassen. Heet water. Even alles goed eraf. Voilà. Dat is eraf. Even een crème op. Want van een klein masker wordt je gezicht natuurlijk heel erg hoe heet dat? Droog. Dit kan ik wel gebruiken. Zo. Voilà. Nou, dat is gebeurd. Handen afdoen. En naar beneden. En ik denk dat ik gewoon lekker beneden alles al ga afsluiten. En dan gewoon lekker boven en op tv ga kijken ofzo. Ik weet het niet. Maar ik heb nu heel veel zin om nu nog op de bank te hangen. Het is namelijk ook al bijna 10 uur. Dus ik ga lekker naar boven. Goed. Inmiddels lig ik lekker in bed. Ik heb nog even lekker naar tv gekeken. En ik heb net de Wie is de Mol app weer gedaan. Die heb ik dus per ongeluk verwijderd. Super dom. Dus ik ben hem weer even gaan downloaden. Mijn telefoon is bijna leeg. En dan ga ik zo slapen. Morgen weer op tijd op. Nee, niet per se op tijd. Want ik moet morgen natuurlijk, heb ik avonddienst. Dus ik kan gewoon uitslapen. Dus ga ik ook wel doen. Maar ja. Ik wil wel gewoon normaal morgenochtend mijn ochtendje beginnen. En niet om 11 uur of zo. Ik verwacht ook niet van mezelf dat ik ga uitslapen. En zowel zou ik er heel verbaasd over zijn. Want ik ben niet zo'n uitslaper meer. Ik ben tegenwoordig gewoon echt wel heel vroeg wakker uit mijn eigen al. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is dus 11:06. Ik ben al wel weer heel erg moe. Maar ik wil wel proberen wat later op te blijven deze week. Omdat ik natuurlijk elke keer wakker ben. Later op de avond. Dus, ja. Dat is wel een beetje een ding. Maar goed, ik ga lekker slapen.